Audio Jungle. De junioren worden inmiddels opgehaald. Er zijn 19 deelnemers maar liefst. En ze zullen in groepjes van 4 naar binnen komen. Ga naar binnen met je hond. Neem de ring en laat het gangwerk zien. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Thank you.
belted. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to call. Alle geselecteerde junioren zijn binnen en ik wil dan ook een groot applaus, jongens, voor al deze junioren. Zij hebben zich allemaal weten te plaatsen voor deze finale. En ze hebben dan ook een hond gekozen waarmee zij deze finale graag willen lopen. Dat hoeft dus ook geen hond te zijn die van hunzelf is. In de meeste gevallen is dat ook niet het geval. Maar een hond waarmee ze dus graag willen showen, waar ze een klik mee hebben. En zoals je ziet, veel verschillende rassen, verschillende rasgroepen. En iedere hond wordt natuurlijk weer gepresenteerd op zijn of haar eigen rasspecifieke wijze. En dat moeten deze junioren allemaal weten. De heer Doedijns heeft vandaag de zware taak om uit deze 19 geplaatste junioren de nummer 1 en 2 te gaan kiezen. En deze junior die gaat winnen vandaag mag zich Nederlands kampioen noemen 2013. En hij of zij mag Nederland vertegenwoordigen op onder andere de Krufts, de wereldwinnaar, de Europese winnaar. De keurmeester zal vandaag alle junioren hun eigen hond laten presenteren en uiteraard ook een stukje gangwerk, wat natuurlijk belangrijk is in het showen van honden. Jorissa van Lente die mag als eerste de Leonbergse hond presenteren. Jorissa die woont in Dalfsen en ze doet nu ongeveer 3 jaar junior handling en ze vindt het gewoon heel erg leuk om dit te doen. Ze vindt het leuk om met honden om te gaan en met name de Leonbergen spreekt haar wel heel erg aan. Ze zit op het Vechtalcollege in Ommen en ze houdt van popmuziek en naast het omgaan met honden, het trainen van honden, moet ze ook nog aan paard rijden. Ze denkt dat ze straks iets in de toekomst met dieren wil gaan doen. En wat ik al aangaf, de Leonberger vindt ze gewoon een prachtig ras. Omdat ze mooi zijn, groot, lief en echte knuffelberen. Een belangrijk moment in haar leven was dat ze haar eigen paard kreeg. Ze wil heel graag naar een ver land, omdat ze daar familie heeft wonen. En ze heeft thuis zelf een Sheltie. Jorissa heeft net haar gekozen hond, de Leonberger, gepresenteerd. En nu vraagt de keurmeester om een stukje gangwerk te laten zien. En zoals jullie zien is dit niet een gebruikelijk figuur in de gewone keuringen, maar een T. Tijdens de junior handling kunnen er verschillende figuren gevraagd worden. Een T, een L, een driehoek, rechtop en neer, rond,
Dat zijn ook de gebruikelijke figuren in de gewone ring. En deze figuren kunnen tijdens de junior handling ook nog omgekeerd gevraagd worden. Belangrijk daarbij is dat natuurlijk de figuren kloppen en dat het gangwerk in het juiste tempo gepresenteerd wordt. Op rasspecifieke wijze. En dit was de presentatie van Jorissa en dat mag inderdaad geklapt worden. Het is altijd een stimulans voor de junioren die natuurlijk stijf staan van de zenuwen. Ik weet dat nog wel vroeger toen ik het zelf hier deed. Super zenuwachtig. En nu zien we de presentatie van een Engelse springerspaniel. Marit van der Meer heeft gekozen voor de presentatie voor deze springer. In eerste instantie zou ze met een Weimaraner gaan, maar die staat nu waarschijnlijk nog ergens in de ring. Marit is inmiddels 18 jaar en dit zal dan ook haar laatste winner zijn. Want de competitie is officieel tot en met 17 jaar. Dus Marit heeft zich weten te plaatsen toen ze 17 was. En uiteraard mag ze dan gewoon de finale doen. Ze woont samen met haar ouders en zus Jolien in Steens. En zelf hebben ze een leuke, lieve hond. Ze heet Jane, als ik het goed zeg. Ze zit op dit moment in de vierde van de HAVO. En ze wil later graag fysiotherapeut worden. Ze houdt van top 40 muziek. En ze doet naast het omgaan met honden, doet ze nog aan fitness en skiën. Zij heeft niet echt een voorkeur van hondenras. Dat maakt haar niet zoveel uit. Als de honden maar leuk en lief zijn. Ze doet graag dingen met vrienden en familie. En ze sport heel graag. Wat heel erg leuk was in haar leven, is een nestje softcoat Wheaten Terrier die ze thuis gefokt hebben. En ze was ook heel blij op het moment dat ze haar rijbewijs heeft gehaald. Dat was ook een belevenis in haar leven, wat ze heel erg fijn vond. Ze zou heel graag als reis naar New York willen. Het lijkt haar een prachtige stad om daar eens naartoe te gaan. Thuis hebben ze dus die lieve hond. En die lieve hond is een Aris Softcoat Wheaten Terrier. En inderdaad, ook voor Marit een groot applaus. Haar laatste keer, dus laat het weten. En nu zien we een Ierse setter. Lisanne Bakker is 14 jaar en heeft vandaag gekozen voor de presentatie van de Ierse setter. Lisanne woont in Rotterdam. Ze schrijft over zichzelf dat ze een sportieve, fanatieke meid is met een groot hart voor dieren en mensen. Ze praat best veel, maar ze kan ook goed luisteren. Ze zit inmiddels op de HAVO in de derde. Ze houdt onder andere van Drughouse en Pitbull. En James Blunt vindt ze ook helemaal prachtig. Zoals ze nu naar een beroep kijkt, lijkt het haar leuk om douanebeambte te worden. En dan met name het gedeelte met honden, dus de drugshonden. Dat zou ze wel willen gaan doen. Wat een van haar favoriete ras is, of rassen, is de setter en de poedels. Die vindt ze met name erg leuk in verband met hoe ze eruit zien, dus het uiterlijk, maar ook het karakter van deze honden. Zo met name van grote honden. Naast het omgaan van honden houdt ze van paardrijden, computeren en natuurlijk met vrienden op stap.
Zij vond het helemaal een geweldige gebeurtenis dat ze haar eerste eigen hond kreeg, een stabijhoen. En die luistert naar de naam Fopper. Ze zou heel graag eens naar Amerika willen gaan. Door films en kennissen die daar zijn geweest, kreeg ze dat advies om daar eens heen te gaan. En ze wil met name van de natuur genieten, onder andere de Grand Canyon. Op dit moment heeft ze in huis 3 stabijs. Fopper, Faya en Mieke. En Mieke die gaat straks op doorreis naar Engeland. En een groot applaus jongens voor Lisanne. Nog een setter in de ring, de Gordon setter. Serena Kuipers heeft zich ook weten te plaatsen voor de finale. Serena is 16 jaar jong. En ze is van dit jaar is ze geslaagd voor een VMBO-diploma. Ze vindt het heel erg leuk om met honden bezig te zijn. Ze doet nu de opleiding verpleegkundige. En 's ochtends vroeg doet ze kranten bezorgen. De muziek waar zij van houdt is Avicii, Lady Gaga en Katy Perry. En ze doet naast het hondentrainen en het omgaan met honden, beoefent ze nog tennis. Ze wil heel graag verpleegkundige worden in de toekomst. En haar favoriete ras is onder andere de Amerikaanse cockerspaniel en het ras waar ze nu mee loopt, de Gordon Setter. Omdat het gewoon erg mooie rassen zijn. Zoals ik al zei, houdt ze van tennis, maar ook shoppen met vriendinnen en uitgaan hoort tot haar hobby. Een belangrijk moment in haar leven was dus het behalen van haar VMBO-diploma. En dat ze ook inmiddels haar theorieauto heeft gehaald. Ook zij zou heel erg graag naar Amerika willen en eventueel Australië. En thuis hebben ze 3 Gordon setters. Ook voor Serena mag natuurlijk geklapt worden. Al deze junioren hebben natuurlijk een enorme stimulans nodig. En nu zien we Louise de kerkmeester met een Australian Shepherd. Louise is 16 jaar en ze zit op het 6e klas VWO van het Teilingen College Leeuwenhorst. Zij zou later heel graag dierenarts willen worden. En een van haar favoriete hondenrassen is de Beagle. Ze vindt het een prachtras met een leuk karakter. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Ze doet onder andere aan badminton en ze speelt piano. Een van de gebeurtenissen in haar leven die haar erg bijstaat is dat ze haar eerste hond kreeg. Op deze manier kwamen ze in aanraking met hondenshows. En dat doet ze nu nog steeds met veel plezier. Ook Louise zou heel graag naar Amerika willen. Om onder andere ook te zien hoe dat daar op hondenshows gaat. De professional handling. Ze hebben thuis de kennel Passion and Pride. Ze fokken daar Tibetaanse terriers mee. En ze hebben thuis ook nog een Lagotto Romagnolo. En er mag geklapt worden voor Louise.
En nu zien we een Duitse herdershond. Ilse van Westing, 13 jaar jong, heeft gekozen voor de presentatie van deze Duitse herdershond. Ze houdt van honden, van dieren. Ze is gezellig en ze is graag bij mensen en met name mensen met beesten. Ze zit op het Vechtalcollege in Ommen. En ze houdt van vrolijke muziek van nu, dus de popmuziek. En ze doet hiernaast ook nog handbal. Ze weet nog niet wat ze later wil worden. Maar een van haar favoriete rassen is het ras wat jullie hier nu zien staan, de Duitse herdershond. Ze zijn mooi, lief en ze zijn goed te trainen. Maar een van haar hobby's heb ik al genoemd. Haar sport, de handbal. TV kijken en chatten. Dat zijn ook dingen die Ilse graag doet. Gebeurtenissen in haar leven wat haar veel plezier heeft gedaan is wondershowen, vakanties en handbal. Ze zou heel graag eens naar Londen willen om deze prachtige stad te bekijken. En ze heeft geen honden helaas in huis, want haar vader is allergisch. Een groot applaus voor Ilse. Er mag geklapt worden, jongens, ook voor deze jonge dame. Wel een beetje wakker blijven met z'n allen. Degene die hier net komen kijken, dit is de finale van de Pedigree Junior Handling. Deze junioren hebben zich allemaal weten te plaatsen voor de finale. Door 1, 2, 3 of 4 of een vijfde plaats te halen op de tentoonstellingen die we nu hebben gehad. En de deelnemer die jullie nu zien is Randy Verbakel met een Trevurense herdershond. Een van de Belgische herders. Randy is ook inmiddels 18 jaar en die mag dus nog meedoen aan de finale. En daarna stopt het met de junior handling. Hij werkt graag met honden en hij sport veel. Hij wil graag hondentrimmer worden en hij is dansdocent. Hij houdt van hip-hop, muziek, R&B en van breakdance. Hij wil later graag hondentrimmer worden. En de Trevurense herder is een van zijn favoriete rassen, omdat ze graag met je werken en erg aanhankelijk zijn. Naast het omgaan met honden doet hij dansles geven en hij houdt van uitgaan. Een belangrijke gebeurtenis in zijn leven is dat hij nog net een week voordat hij 18 jaar werd zich mocht kwalificeren voor deze finale. Dus ik denk ook dat hij staat te genieten vandaag, de laatste keer, junior handling. Hij wil ook graag naar Amerika of naar Canada om hondenshows te gaan bezoeken, kijken hoe het er daaraan toe gaat. En thuis heeft hij 4 Trevurense herders en een Groenendaler. Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. Ik zou al blind en doof zijn. Wat ik hier voor me had, want zij is alles, 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 alles in één. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Doe je met me? Ja, zij is alles, 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 alles. En nu zien we de presentatie van een grote bruine poedel in een koordentoilet. Nadine ter Bork, 15 jaar jong, heeft zich weten te plaatsen voor de finale en die wilde graag deze poedel presenteren. Ze zit in de derde klas van de HAVO op Stad NS Zuideinde in Meppel. Ze is fan van Main Street en One Direction en ze luistert ook wel graag naar top 40 muziek. Ze zit onder andere ook op korfbal, dus dat is een van haar andere hobby's. En ze wil later graag juf worden bij de kleuters op een basisschool.
Haar favoriete hondenras is de Shih Tzu. Ze hebben er zelf 4 in huis. Een van haar grote belevenissen in haar leven is dat ze op hoog niveau mag korfballen met haar korfbalteam. Nadine zou graag eens naar Afrika willen, omdat ze eens wil zien hoe de mensen met weinig geld kunnen leven. En thuis, zoals ik al zei, hebben ze 4 Shih Tzu's. En er mag ook geklapt worden voor Nadine, die zich heeft weten te plaatsen. En nu hebben we Hannes-Jan Zwaagstra, die gekozen heeft voor de presentatie van een Appenzeller Sennenhond. Hannes-Jan is 11 jaar jong en hij woont in Kerkenveld. Hij zit op de OBS De Bosrand in Kerkenveld. En hij houdt onder andere van het liedje Tsunami van DVBBS. Zijn sport naast het hondentrainen is motocross. En daarmee heeft hij ook verschillende prijzen gehaald. Want ik zag dat hij toen hij 6 was, 6e werd op de Nederlandse kampioenschappen motocross. Een ander grote gebeurtenis in zijn leven was toen ze pupjes in huis hadden. Hij zou heel graag later iets willen doen met de politie, met speurhonden. En een van zijn favoriete rassen heeft hij eigenlijk niet, als ze maar lief zijn en een beetje luisteren. Hij houdt van muziek luisteren en motocross en buitenspelen. Hij zou heel graag naar Afrika willen, omdat mama zegt dat het daar heel mooi is en minder regels zijn. Zelf thuis hebben ze 5 Appenzellers, een Chinese naakthond Powderpuff, een Jack Russell en een kruising Appenzeller Berner. Een groot applaus jongens voor Hannes-Jan. En nu zien we een golden retriever. Jochem Hagenaar heeft gekozen voor de presentatie van de golden retriever. Jochem is 14 jaar en hij woont in Capelle aan de IJssel en hij heeft nog een broertje. Hij zit in 3e van het Erasmiaans gymnasium. En hij houdt van onder andere qua muziek hardstyle. En naast het honden doet hij veel aan duiken. Hij heeft vele duiken gemaakt in het open water. En ook een hoop in Nederland en in Egypte. Hij weet nog niet wat hij later wil gaan doen qua beroep. Mijn favoriet ras is de Duitse herder. Hij vindt het hele mooie honden. Maar wat ik al vertelde, zijn andere hobby's naast de honden is dus het duiken. En naar voetbal van Excelsior gaan. Een belangrijke gebeurtenis in het leven van Jochem is dat hij een nieuwe Labrador retriever kreeg uit Spanje. Hij zou heel graag een duikreis willen maken naar verschillende mooie duikplekken in de hele wereld. Zelf thuis hebben ze 2 kezen en 1 Labrador retriever. Een groot applaus jongens, ook voor Jochem. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream,
Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm... En nu zien we nog een golden retriever. Tessa Last heeft gekozen voor de presentatie van deze golden. Tessa is 12 jaar jong en ze houdt van voetbal en van honden en afspreken met vriendinnen. Ze zit in de eerste klas van het Thomas A. Kempis College in Zwolle. Zoals ik al zei, ze houdt van voetbal en ze weet nog niet wat ze straks wil gaan worden qua beroep. Een van haar favoriete rassen is de American Staffordshire Terrier, omdat ze alles voor je doen, van sleetje trekken in de winter tot zwemmen in de zomer. Ze vindt bankhangen ook nog wel leuk, omdat het gewoon lekker is. Maar meestal is Tessa buiten te vinden. Een belangrijke gebeurtenis in haar leven was het krijgen van haar eerste hond, een American Staffordshire Terrier. Ze zou heel graag naar Italië willen gaan, omdat ze er ook al eens eerder is geweest en ze vindt het gewoon een heel mooi land. Zoals ik al zei, wat ze in huis hebben qua ras is de American Staffordshire Terrier. En inderdaad, ook voor Tessa mag geklapt worden. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. En nu zien we een Schotse herdershond, lang haar. Marleen Baars heeft gekozen van de presentatie van deze collie. Marleen is 14 jaar en ze houdt onder andere van theater en tv. En alles wat ermee te maken heeft. Maar ze is ook dol op dieren, vooral honden. Ze zit op het VMBO, het venster, in Arnhem. En de muziek die ze leuk vindt is metalcore en postcore, et cetera, staat er. Haar sport naast de honden is fitness. En ze wil later graag iets doen voor of achter de schermen. Ze houdt van alle soorten honden. Maar als ze toch echt mag kiezen is het de Tibetaanse Mastiff. Omdat ze heel mooi zijn en het beren van honden zijn. Ze houdt van acteren, gamen. En een belangrijke gebeurtenis in haar leven is dat ze toen ze thuis kwam van kamp en haar ouders die hadden een hond in huis. Dat was hun eerste bulmastief. En hij was en is nog steeds super schattig. Ze wil graag een wereldreis maken omdat ze van alle culturen een beetje wil leren. Ze hebben thuis 4 bulmastiefs in huis. Een groot applaus jongens voor Marleen. But in the hole there's water. As you will, she'll be the whole of her love. And if it don't feel good, what are you doing it for? Zoals sommigen van jullie hebben gezien, staat er naast de Raad van Beheer stand inmiddels ook een Junior Handling stand. De Raad van Beheer Junior Handling in samenwerking met Pedigree. Het nieuwe jaar zullen daar ook de junioren zich kunnen aanmelden voor de Pedigree Junior Handling. De Junior Handling organisatie is inmiddels opgesteld en het is een feit. Dus de junioren weten straks ook de stand te vinden waar ze zich aan kunnen melden. Er zijn ook nieuwe reglementen gemaakt. Die zijn ook al gepubliceerd op de website van de Raad van Beheer. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is in de junior handling, ga naar de website, ga naar de stand om daar eens te bekijken wat er allemaal te vinden is. Inmiddels op tafel een Whippet. Melissa van Oosten heeft gekozen voor de presentatie van de Whippet. En zoals je kunt zien worden alle rassen op rasspecifieke wijze gepresenteerd. En de Whippet wordt op de tafel voor
door de keurmeester in stand gezet. Melissa is 11 jaar jong en ze komt uit Gamsbergen en ze is dol op honden. Ze zit in groep 7 van CBS De Akker. Ze houdt van One Direction, Live While We Are Young. En ze houdt van junior handling. Ze heeft nog geen enkel idee wat ze wil gaan doen als beroep. En qua hondenrassen vindt ze de Whippet erg leuk en de Chinese naakthond. Zelf hebben ze thuis 2 Chinese naakthonden. De Whippet vindt ze leuk omdat ze zo vaak vrolijk zijn. Andere hobby's zijn paardrijden. En een belangrijke gebeurtenis was dat ze net nadat ze 11 was geplaatst was voor de winnaar. En een groot applaus voor Melissa. En nu zien we een Basenji. Luca van Maurik heeft gekozen voor de Basenji. Luca is 14 jaar en woont in Made. Hij doet inmiddels ook al 3 jaar junior handling. En hij zit op de Zwaaikom en hij doet daar de praktijkopleiding. Ook Luca houdt van hardcore, maar ook R&B, house en rap. Hij wil straks later lasser worden. En een van zijn favoriete rassen is wat nu op tafel staat, de Basenji. Maar ook de American Akita vindt hij prachtig. Omdat het snelle honden zijn. En prachtig van uiterlijk. Naast het trainen van honden en het showen van honden houdt hij van fietscross. En soms doet hij aan voetballen. Thuis hebben ze de Franse bul en de bulmastiff. Een applaus voor Luca. Nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of a battle I faced. Without your love, without you, I drown. Somebody save me, I'm going down. And I don't even know how I survive. I won't make it down the road with one headline. No, I don't. Degene die net komen kijken, dit is de finale van de Pedigree Junior Handling. Degene die vandaag gaat winnen mag zich Nederlands kampioen noemen. En mag Nederland vertegenwoordigen op onder andere de Crufts, Europese winnaar en de wereldwinnaar. Nu op tafel een Amerikaanse cockerspaniel. Demi Wijmans presenteert deze Amerikaan. Demi die is 12 jaar jong. En ze woont in IJsselstein. Ze doet al vanaf haar 4e mee aan hondenshows. En ze zit in de eerste klas van de HAVO-VWO. Ze houdt van muziek van Ariana Grande, Yellow Claw, Afrojack, Pitbull en Chris Brown. En ze doet naast het honden ook nog dansen. Later wil ze graag handler worden en fokster. Maar ook wil ze graag haar eigen klerenwinkel of snoepwinkel. Haar favoriete rassen zijn onder andere de Pomeranian, de Schotse Terrier en natuurlijk de Amerikaanse Cocker. Omdat het hele erg leuke honden zijn, maar ook mooie rassen. Ze vindt dansen leuk, zingen, winkelen en wandelen met mijn honden.
Ook zij wil graag naar Amerika, omdat het daar super gaaf is en omdat ik daar veel wil zien van de professional handling, schrijft ze. Ze hebben thuis Amerikaanse kokkers, Lhasa Apso's en een dashond lang haar. En er mag geklapt worden ook uiteraard voor Demi. Keurmeester vandaag, de heer Doedens, heeft het straks moeilijk. Die mag hieruit uit deze 19 geplaatste junioren de beste gaan kiezen. En nu ook weer op tafel een Amerikaanse kokkerspaniel. Maar een andere junior natuurlijk, Kim van Sebille. Heeft zich ook weten te plaatsen voor de finale. En Kim woont in Panningen. Kim is 14 jaar jong. En ze doet graag leuke dingen met vriendinnen. En ze houdt van voetbal. Ze zit op het Bouwens van der Booijen College en ze zit daar op de MAVO. En één keer in de week brengt ze krantjes rond. Ze houdt van verschillende soorten muziek. En voetbal is echt haar sport. Ze weet nog niet wat ze later wil gaan worden qua beroep. En een van haar favoriete rassen is de Engelse kokkerspaniel. Omdat ze die thuis hebben en omdat ze ermee opgegroeid is. Ze zou ook graag naar Amerika willen, omdat het haar een geweldig werelddeel lijkt. En het haar geweldig lijkt om daar eens een keer naartoe te gaan. En zoals ik al zei, de Engelse kokkerspaniel hebben zij thuis. Een groot applaus ook jongens voor Kim. Sorry now they want to know they got caught up in your talent show with you pernickety little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. En nu op tafel een Chinese naakthond. Priscilla van Oosten heeft gekozen voor de presentatie voor deze Chinees. De Priscilla is 13 jaar jong. Voorkeuring. Ze is kletserig en ze is soms een gek meisje, zoals ze zichzelf omschrijft. Ze heeft een goede keuze van muziek, want ze houdt niets van oud-Nederlandse muziek. De rest maakt haar niet uit. The best babies, please go to the pre-judging ring A. Ze zit op het Bechtel College in Hardenberg en ze doet daar de TL HAVO. Ze wil later graag boekhouder worden. Een van haar favoriete rassen is de Chinese naakthond. Omdat haar tante en oom ze fokken. En het zijn echt mega grappige clowns. En ze hebben er zelf ook twee in huis. Haar andere hobby's zijn hardlopen, kletsen met vriendinnen en afspreken met vriendinnen. Het begin van de junior handling heeft haar veel plezier gedaan in haar leven. En thuis heeft ze dus, zoals ik zei, twee Chinese naakthonden, een Amerikaanse bulldog en een Duitse herdershond. Een groot applaus jongens voor Priscilla. And she goes as the war of the road.
sense. Mother was a victim, father beat the system by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. Liberate your sons and daughters. The bush is high, but in the hole there's water. As you wish, you'll be the hold of the law. And if it don't feel good, what are you doing it for? Now tell me, hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go. Either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. En nu op tafel nog een Chinese naakthond, maar de behaarde variant Powderpuff. Melanie Ter Borch heeft zich ook weten te plaatsen voor deze finale en heeft gekozen voor de presentatie van de Chinees. Melanie is 17 jaar jong en ze woont in Nijenveen. Ze zit in de tweede klas van het mbo en ze studeert het SAW. En ze zit op het Drenthe College in Meppel. Ze houdt van top 40 muziek en ze doet onder andere aan korfbal. Ze wil later graag werken met kinderen in een kinderopvang. Haar favoriete ras is de Shih Tzu, omdat ze thuis ook 4 Shih Tzus hebben. Haar hobby naast de honden is dan ook de korfbal, zoals ik net al zei. En een belangrijke gebeurtenis in haar leven is dat ze in één keer het VWMBO-diploma heeft gehaald en onlangs het rijexamen heeft gehaald. Attentie dames en heren, willen de beste baby's van het ras zich nu melden in de voorkeuring A. Attention please, will the best babies of the breed now in de pre-judging ring A, please. Thank you. Ze zou heel graag naar Amerika willen bijvoorbeeld, omdat het daar altijd lekker warm is en omdat de mensen daar anders leven als dat wij doen. Een groot applaus jongens voor Melanie. I hear some funnies in my head. En dan hebben we hierna nog 1 junior en dan hebben we alle 19 hun hond mogen presenteren. En dan zal de keurmeester, de heer Ronnie Doedijns, er 6 uit selecteren. En daarvan wordt er natuurlijk de beste uitgekozen en de runner-up. En nog een ras uit rasgroep 9, gezelschapshonden, de Shih Tzu. Kelly van Hel presenteert de Shih Tzu. En Kelly is 14 jaar jong en ze woont in Slagharen. Ze tekent erg graag en ze rijdt graag op een paard. Ze zit op de Zevenlinden in Dedensvaart. En ze houdt van verschillende soorten muziek. En uiteraard dan het paardrijden. Ze wil later graag iets doen met dieren. Haar favoriete ras is de Shih Tzu. Daar heeft ze vandaag dus ook voor gekozen om deze te presenteren. Omdat ze zo lekker lui zijn en ze houden van knuffelen. Naast het omgang met honden houdt ze van tekenen en muziek luisteren. Ze was heel blij dat ze Isabella, een Shih Tzu van hun, hebben gekocht. En dat dat hondje heel graag bij haar is. Ze zou heel graag nog weer naar Italië willen, omdat ze dat een heel mooi land vindt. En thuis hebben ze 3 Shih Tzus. Een groot applaus voor Kelly. A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that can change your life. Use that moment just to show your light. Everything is gonna be alright, 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 right, 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 right. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Take it back the way we are.
love is something hard enough and you just might find it. And there's some around who want to keep you down. Dit was de laatste finalist van de Raad van Beheer Pedigree Junior Handling. Het is vandaag voor het eerst dat het echt de Raad van Beheer Pedigree Junior Handling is. Er is nu ook een stand naast de Raad van Beheer van de Junior Handling organisatie. En we zien hier de 19 finalisten. En ik wil toch heel graag nog één keer de handen op elkaar, jongens, van deze 19 junioren. En nu de moeilijke taak voor de keurmeester, de heer Ronnie Doedijns, om er 6 uit te selecteren. En welke 6 gaan het worden? Nog even een blik over de junioren. Ze hebben allemaal natuurlijk enorm hun best gedaan in de presentatie. Wordt nog niet geselecteerd, maar de keurmeester bedankt alle junioren voor de presentatie van hun hond. En daarna zal hij er 6 uitselecteren. Nadat de 6 uitgeselecteerd zijn, zullen alle junioren achter de zwarte schermen gaan. En zullen de 6 geselecteerden een wisselhond gaan krijgen. De rest van de junioren mogen dan ook nog niet de ring gaan verlaten of weggaan. Want uiteindelijk, nadat deze 6 geselecteerden weer terugkomen, moet iedereen weer de ring in komen. Dus alle junioren moeten straks in de buurt blijven, achter de zwarte schermen. In de selectie, Jorissa van Lente, Louise Kerkmeester, Randy Verbakel. Melissa van Oosten, Luca van Maurik, Demi Wijmans. Het zijn er 7, klopt dat? Jorissa van Lente, Louise Kerkmeester, Randy Verbakel, Melissa van Oosten, Luca van Maurik en Demi Wijman zijn de 6 geselecteerden. Ik wil vragen. Als iedereen zover is, wil ik vragen om de geselecteerden alvast achter de zwarte schermen te gaan. En daarna de andere junioren mogen ook achter de schermen. Daarna zullen we de honden wisselen en zullen jullie de geselecteerden weer terugzien in de ring. Ik wil ook nog een groot applaus natuurlijk voor de niet geselecteerden en die zullen jullie straks nog weer terugzien in de ring. En Demi Wijman staat voorop met de Gordon Setter. In plaats van de Amerikaanse kokker heeft ze de Gordon Setter. Luca van Maurik, een Golden Retriever in plaats van de Basenji. Jorissa van Lente, een Engelse Springer Spaniel in plaats van een Leonberger. En de andere 3
geselecteerde Randy Verbakel. Nu een Amerikaanse kokkerspaniel in plaats van de Trevurense herder. Louise Kerkmeester. In plaats van de Australian Shepherd nu de Chinese naakthond. En Melissa van Oosten in plaats van de Whippet nu de Shih Tzu. Hotels, swing on planes, blessed to say, money ain't a thing, club jumping like LeBron now, bowl it, order me another round, homie, we about to clown, why, cause it's about to go down, swing your partner round and round, end of the night is going down, one more shot, another round, end of the night is going down, swing your partner round and round. Deze zes geselecteerden mogen het nieuwe ras die ze in handen hebben presenteren voor de keurmeester. En nog even een stukje gangwerk laten zien. Dus in plaats van de Amerikaanse cocker spaniel heeft Demi nu een Gordon Setter. En dit is geen standaard figuur die we zien, maar dit is de 8. En dat is een moeilijke oefening, zoals jullie wel kunnen zien. Er zitten veel draaien in en ondanks dat moet ik nog proberen om het gangwerk te laten zien van je hond. En Demi heeft nu de Gordon Setter. En nu zien we Luca van Maurik met een golden retriever in plaats van de Basenji. En ook hij mag de figuur een 8 gaan lopen. Lisa van Lente, net liep ze met een Leonberger en nu heeft ze een Engelse springerspaniel in handen. En ook zij mag de mooie figuur
een 8 presenteren. I follow you, deep sea, baby. De presentatie van zo'n springer is natuurlijk heel anders als de grote Leon Berger die we net zagen. We proberen te wisselen, zodat er toch andere showtechnieken aan de hand komen. En inderdaad, er mag echt geklapt worden voor deze 6 finalisten. Nu zien we Randy Verbakel met een Amerikaanse cocker spaniel. Net showde hij nog een Trevurense header en nu een Amerikaanse cocker. You're my river running high. Run deep, run wide. I follow, I follow you. Randy mocht de prachtige echt 8 lopen. En ook voor Randy mag er inderdaad geapplaudisseerd worden. Bij de beste 6 vandaag. En kans hebbend op een eerste, dan wel tweede plaats. En nu zien we Louise Kerkmeester met een Chinese naakthond. Louise had net een Australian Shepherd. En nu mag ze een Chinese naakthond presenteren. Nu weer een 8. En dan nu de laatste geselecteerde van vandaag. Melissa van Oosten met een Shih Tzu. Melissa showde net nog een Whippet. En ze heeft nu een Shih Tzu in handen gekregen. Melissa mocht een 8 laten zien.
En een groot applaus nog een keertje voor de 6 finalisten. Demi Wijmans, Luca van Maurik, Jorissa van Lente, Randy Verbakel, Louise Kerkmeester en Melissa van Oosten. En ik neem aan dat ze zo weer hun eigen hond mogen. Want als er geplaatst wordt, is dat natuurlijk erg leuk om hun eigen hond te hebben voor de foto's. Eén ronde voor de 6 finalisten met een groot applaus. De keurmeester, de heer Ronnie Doedijns, heeft het niet makkelijk vandaag. En daarna zullen ze weer hun eigen hond gaan nemen. Allemaal finalist vandaag. Alle junioren die zich vandaag geplaatst hebben voor de finale Nederlands kampioenschappen junior handling. De 6 geselecteerden staan er iets voor, zodat het duidelijk is voor iedereen welke uitgeselecteerd zijn in deze grote line-up van junioren. Maar liefst 19 deelnemers. En de heer Ronnie Doedijns mag zo de beste aankiezen van vandaag. Wie mag zich Nederlands kampioen 2013 noemen en wie is de runner-up? We hebben een prachtige beker, een wisseltrofee. Speciaal vernoemd naar Joop Rerink. Joop Rerink is natuurlijk wel de naam. En Demi Wijmans heeft deze prachtige trofee, de Joop Rerink trofee, gewonnen vandaag. Demi Wijmans is Nederlands kampioen 2013 en mag Nederland vertegenwoordigen op de Crufts, de wereldwinnaar en de Europese winnaar. En dan hebben we ook nog de runner-up. Wie is vandaag de runner-up geworden? Ze had het niet eens in de gaten dat ze de beste was. Demi, jij bent Nederlands kampioen 2013. En wie mag zich runner-up noemen vandaag? De runner-up is Louise Kerkmeester. Louise, neem de ring. Laat nog wat zien van je shower. Runner-up Junior Handling 2013. Louise Kerkmeester. De 2 besten van vandaag. I've taken my bows and my curtain call.